Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn make-up test laten zien. Na mijn video van afgelopen dinsdag, waarin ik een make-up look liet zien, kreeg ik een heleboel vragen of ik ook een make-up test wilde filmen. En de laatste keer dat ik een beauty test heb gefilmd is al een hele tijd geleden. Dus ik heb een heleboel leuke nieuwe producten erbij gekregen, die ik natuurlijk niet allemaal zelf heb gekocht. Ik heb ook een heleboel gekregen voor kerst en Sinterklaas en voor mijn verjaardag en zo. Maar ja, ik ga de intro niet te lang maken, dus laten we maar beginnen. In Amerika heb ik dus een eigen badkamer, wat ik echt super fijn vind. En dit is daarom ook de plek waar ik al mijn make-up bewaar. Het meeste ligt op mijn wastafel, maar er zit ook wat make-up in de bovenste twee laagjes van mijn wastafel. Dus ik ga jullie gewoon alles laten zien. Dit zijn dus mijn favoriete make-up producten. Ik bewaar alles in deze container van de Action. Ik heb deze al super lang, maar ik gebruik hem dus nog steeds, zoals je kunt zien. En in het eerste vakje heb ik twee gezichtsproducten liggen. Namelijk als eerste deze Pore Professional Balm van Benefit. Dit gebruik ik als primer. Dit is mijn favoriete primer ooit. Hij zorgt er gewoon voor dat je make-up heel erg lang blijft zitten. En als ik make-up wil doen, gebruik ik dit dus. Dan heb ik een concealer. Hier krijg ik echt super veel vragen over. Helaas is deze niet in Nederland verkrijgbaar, maar wel in Duitsland en dus ook hier in Amerika. Ik gebruik de kleur light in de zomer en de kleur fair in de winter. Nu heb ik dus de kleur fair. Het is de concealer met het sponsje. Echt super fijn, dekt heel erg goed. Top concealer. Dan in het vakje hiernaast heb ik wat oogproducten. Als eerste twee oogpotloodjes. Een zwarte van Kiko en een beetje nude kleur van Essence. Beide zijn heel erg fijn. Ik gebruik niet iedere dag oogpotlood. Maar als ik oogpotlood gebruik, gebruik ik dus deze. Dan heb ik mijn favoriete mascara. De Dare Real mascara van Benefit. Ik vind de mascara's van Maybelline New York ook heel erg fijn. Maar dit is toch echt mijn favoriet. Dan heb ik een eyeliner van L'Oreal. Ik vind de eyeliner van Too Faced iets fijner, maar die was opgegaan. Maar deze is ook heel fijn. En dan nog een oogschaduwbasis. Deze is zo goed. Dit is de Shadow Insurance van Too Faced. Dit zorgt ervoor dat je oogschaduw echt heel erg lang en goed blijft zitten. Wat natuurlijk wel heel erg fijn is als je oogschaduw draagt tenminste. In het vakje hiervoor heb ik een heleboel verschillende producten zitten. Als eerste deze Too Faced Melted Matte Liquid Lipstick. Deze is zo mooi. Ik heb hem in de kleur Sell Out. En hij droogt gewoon mat op. Echt een hele mooie kleur. Dan heb ik een highlighter van Sleek. Kijk dan. Deze zijn zo erg gepigmenteerd. Echt heel erg mooi palet is dit. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletje. Dit is een Naked Basics van Urban Decay. Dit zijn gewoon een heleboel mooie nude kleurtjes. Deze kan je gewoon iedere dag opdoen. Zonder dat het echt poeh is, zeg maar. Echt heel erg mooi. En heel erg mooi gepigmenteerd ook. Dan heb ik een eyeliner van Kylie Cosmetics. Deze heb ik van mijn vriendin gekregen. Ook een hele fijne eyeliner. Heel erg zwart. Ik heb hem ook al best wel vaak gebruikt. Dan heb ik daaronder de Hoola bronzer. Dit is de enige bronzer die ik echt heel erg mooi vind. Deze van Benefit. Deze is gewoon mat en perfect om mee te shapen. Daaronder ligt nog een lichtroze blush van Essence. Ook heel erg mooi. En hiervoor heb ik nog de eyebrow set van Catrice. Ik denk als je YouTube kijkt dat je deze wel kent. Ik gebruik vooral de bovenste kleur. Ik teken mijn wenkbrauw niet echt heel vaak bij, maar als ik het doe, gebruik ik dit dus. Dan heb ik hier nog een heleboel vakjes met allemaal lipsticks erin. Hiervoor heb ik er vier van MAC. Dit is mijn favoriete. Dit is Mare. Hij is mat. Hij lijkt een beetje op Sell Out. Echt een hele mooie kleur. Deze vind ik ook allemaal heel erg fijn. Dit zijn de NYX Soft Matte Lip Creams. Dit is iets minder mat dan degene van Too Faced. Maar soms is dat ook wel heel erg fijn. Dit is mijn favoriete Zurich. Die heb ik niet zo heel erg lang geleden gekocht. Zo ziet hij eruit. Hele mooie kleur. Achter al die lipsticks staan nog wat producten. Namelijk als eerst deze foundation van MAC. Deze heb ik heel erg vaak gebruikt zoals je kunt zien. En dit is een water-rate foundation. Dus die dekt niet heel erg goed, maar wel genoeg om je onzuiverheden, zeg maar, te bedekken. En ik gebruik sowieso niet iedere dag foundation, maar wel als ik een video ga opnemen of als ik foto's ga maken of dat soort dingen. Ik vind deze heel erg mooi en ik heb de kleur NC15. Dan heb ik een poeder van Catrice. Deze kennen jullie allemaal, denk ik wel. Dit is de Catrice Prime & Fine en die gebruik ik iedere dag. En als allerlaatste heb ik de Sleek.
Rose Gold Blush. En deze is zo mooi. Hij is wel heel moeilijk om open te maken. Maar zo ziet hij eruit. Hij is echt heel erg mooi. De meeste make-up breng je natuurlijk niet met je vingers aan. Daarom heb ik ook een heleboel kwasten. De meeste zijn van Real Techniques. Dit is mijn favoriete merk. Hier heb ik bijvoorbeeld de Blush Brush. Die gebruik ik dus voor de blush. En ik heb ook de poederkwast. Ik denk dat jullie deze allemaal wel kennen. Die zijn met de oranje kleur. En dan heb ik nog wat oogschaduwkwastjes. En die zijn paars. Ik heb ook wat kwasten van het merk Eco Tools. Deze zijn ook heel erg fijn. Beauty blenders gebruik ik om mijn foundation en concealer aan te brengen. Ik vind altijd als je het met een kwast doet dat het een beetje strokerig wordt. En dat heb je dus niet met beauty blenders. Dit is de originele. Deze gebruik ik echt veel te vaak. Hij is ook al helemaal gescheurd en was ook eerst knalroze. Maar nu dus niet meer. En deze is ook heel erg fijn. Dit is van Real Techniques. Deze kleintjes gebruik ik niet heel erg vaak. Maar dit is wel fijn voor onder de ogen bijvoorbeeld. En deze is wel fijn voor het shapen. Ik heb niet heel erg veel liquid bronzers en highlighters, maar deze is daar wel perfect voor. Mijn eerste laadje ziet er zo uit. Dit zijn lipproducten en gezichtsproducten. Hier heb ik bijvoorbeeld 3 Burt's Bees lipbalms, eentje van Victoria's Secret, eentje van Essence. Zijn gewoon lipglossjes, lipbalms en dat soort dingen. Hier heb ik 2 blushes van Essence. 2 highlighters, nog een highlighter van Mua. Deze is eigenlijk heel erg fijn, maar die valt helemaal uit elkaar, omdat ik hem best vaak gebruik. Hier achterin heb ik mijn babylip staan. Dit is de Electro, maar ik heb ook wat andere lipbalsems, zoals deze van Burt's Bees. Nog 3 lipsticks van Essence. Hier heb ik de Baby Skin Instant Pore Eraser. Dit is ook een hele fijne primer. Dan heb ik hier nog een concealer van Maybelline die al op is, dus die ga ik even weggooien. En foundation van Essence. Deze dekt meer als die van MAC, maar die van MAC vind ik een iets mooier effect geven. En dan heb ik hier nog 3 paletjes van Essence. De eerste de blush. Dan heb ik nog een Shape Your Face en een Light Up Your Face. Dit is dus highlighters. Deze zijn echt heel erg mooi. Ik zal het even laten zien. Die zijn echt heel mooi. Onder al deze producten ligt een sleek contour palet. Dit is een beetje liquid, maar niet helemaal. Ik vind deze wat minder fijn. En dan heb ik hier nog W7 de Cheeky Trio. Deze vind ik wat meer fijn dan die van Sleek. Ik gebruik hem alleen niet zo vaak omdat alles mat is. En ik vind glitters wel heel erg leuk. En in deze la liggen al mijn oogproducten. Hier heb ik vooral oogschaduw in zitten. Zoals deze, mijn favoriete oogschaduwpalet. Deze van Too Faced, dit is de Sweet Peach. Deze is heel erg mooi. Kijk dan, die kleurtjes, echt prachtig. Heel, heel erg mooi deze. Een palet die ik ook heel erg mooi vind is deze van Too Faced. Dit is een Natural Eyes. Dit zijn wat meer naturel kleurtjes, maar ook heel, heel, heel erg mooi. Daaronder liggen nog 2 paletten van Too Faced. Too Faced is echt mijn favoriete merk voor oogschaduw. Deze bijvoorbeeld, dit is de Christmas in New York, Merry Macarons. Een heleboel mooie kleurtjes. En deze van NYX Tutorials is ook heel erg mooi. Hier achterin liggen wat oogschaduws die ik minder vaak gebruik. Zoals deze losse oogschaduws van Kiko. En deze oogschaduws van Essence. Deze zijn wel heel erg mooi. Dit is de All About The Nudes. Lijkt een beetje op die van Urban Decay. Maar dan natuurlijk budgetproof. En deze The Winter Wonderful. Ook heel erg mooi. Hier heb ik nog de Blush Nudes van Maybelline. Ik denk dat jullie deze allemaal wel kennen. En dan het neppe oogschaduwpalet van Ion Makeup. Die ziet er zo uit. Dit is dus een dupe van de Too Faced Chocolate Bar Palet. Hier heb ik trouwens nog 2 oogschaduwpaletjes van W7. Dit is de In The Mood. En dit is de In The City. Ze lijken allebei echt heel erg op elkaar. Deze alleen wat donkerder. Ik gebruik deze bijna nooit, eerlijk gezegd. Intussen heb ik nog wat mascara's, namelijk deze van Miss Sporty, deze van Maybelline,
Deze van Too Faced is de Better Than Sex Mascara. En deze kwam bij de Nikki Tutorials palet. Deze is namelijk paars. Deze heb ik nog nooit gebruikt. En nog eentje van mijn Sporty. Dit was vroeger mijn favoriete mascara. Nu gebruik ik hem niet meer echt heel erg vaak. Hier heb ik ook nog een eyeshadow primer van Ethos. Ik gebruik die van Too Faced, maar deze is ook heel erg fijn. En als laatste nog deze Maybelline Brow Drama. Dit is een mascara voor je wenkbrauwen. Het is gewoon een wenkbrauwgel, maar het lijkt heel erg op een mascara. Echt heel erg grappig. Dit zorgt ervoor dat je wenkbrauwen gewoon heel de dag op de juiste plek zitten. En dat was het voor dit laatje. Dit was mijn make-up stash. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Als je dat vond, geef zeker even een dikke duim omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer. Doeg!